Stap jij op de motor? Zorg er dan voor dat je goede motorkleding aantrekt. Maar waar moet je op letten? Met deze tips over motorkleding hijs jij jezelf strak in het juiste motorpak. Wettelijk is alleen een helm verplicht. Maar een goede motorjas en broek zijn ontzettend belangrijk voor je veiligheid. Raadzaam is wel om je van top tot teen aan te kleden, want mocht je onderuit gaan, dan wil je wel goed beschermd zijn. Allemaal genoeg, zie ik al. Ja, zeker. Maar dat is ook het belangrijkste, want dat is eigenlijk het enige wat in Nederland nog verplicht is op het moment, dat je wel een helm draagt. Je spijkerbroek, met alle respect, na 1,5 meter is hij helemaal weg en dan zitten we op de huid en dat wil je niet. Laten we bij het begin beginnen. Goede onderkleding. Draag als onderkleding vooral geen katoen, maar kies voor functionele onderkleding van een mix van polyester en speciaal vochtafvoerend high-cool garen. Dit zorgt ervoor dat je minder last hebt van zweten. Op naar de volgende laag. De meest gebruikte materialen voor motorkleding zijn leer en textiel. Wat de pasvorm bij de aanschaf moet zijn, dat is afhankelijk van welk materiaal de motorkleding is gemaakt. Leer biedt altijd de beste bescherming, maar kan ook erg warm zijn. In de zomer heb je goede alternatieven genaamd doorwaaikleding, die van textiel zijn gemaakt. Dit is veel lichter en gemaakt van zeer slijtvast, technisch hoogwaardig materiaal dat zorgt voor voldoende bescherming. Leren motorkleding moet bij het passen strak zitten, omdat leer zich uitrekt en zich nog moet vormen naar je lichaam. Maar motorkleding van textiel mag net iets ruimer zitten. Zo kan je hieronder nog thermokleding dragen op de wat koudere dagen. Je kan ook voor een casual look gaan waarbij je nauwelijks ziet dat je motorkleding draagt. Zoals deze broek of deze jas met hoodie, die ook van beschermende materialen zijn gemaakt. Tijdens een lange reis in verschillende weersomstandigheden kun je ook kiezen voor de 3 lagen kleding, bestaande uit een waterdicht membraan en thermovoering. Je kunt dan bij warm weer onderdelen van je jas of broek losritsen en panelen openzetten voor extra ventilatie. Bij extreme warmte kun je ook een koelvest dragen. Belangrijk is dat je motorkleding altijd is voorzien van protectoren. Deze zorgen voor extra bescherming bij een val. En de juiste plekken hiervoor zijn je knieën, ellebogen en schouders. Deze protectoren moeten goed aansluiten zodat er geen speling ontstaat als je valt. Motorlaarzen zijn een belangrijke bescherming voor je voet, enkel en onderbeen. De meeste motorlaarzen zijn gemaakt van leer of synthetische materialen. Zorg ervoor bij het kopen van motorlaarzen of schoenen dat er een kleine ruimte overblijft bij je tenen, maar zorg er ook voor dat je niet gaat schuiven. Er zijn ook speciale sneakers die er heel normaal uitzien, zodat je vanaf je motor gelijk op stap kan. Deze schoenen die zijn wat hoger, ze beschermen ook je enkels, zijn extra stevig in de zool en neus en waterdicht. Het draagcomfort is hierbij ideaal. Dan de motorhandschoenen. Deze moeten goed zitten, dus niet te groot of te klein zijn. En let er bij het passen op of ze bij het pakken van het stuur niet aan de binnenkant opstropen. Dit kan er bij lange ritten namelijk voor zorgen dat je blaren krijgt. Ook is het handig om nog een stukje ruimte tussen je vingertoppen en het einde van de handschoenen te laten. En dan, tot slot, de motorhelm. Die is verplicht en absoluut essentieel bij het beschermen van je hoofd. Je motorhelm moet in Europa voldoen aan de norm in ECE 2205 of 06. Zorg dat de motorhelm goed zit en ga hiervoor langs in een winkel om je helm te passen met een expert. Als ik hier mijn vingers tussen doe, zit er vrij veel ruimte. Dus... Klopt, dat is ook de meest voorkomende fout die de meeste mensen maken, is dat ze een helm kiezen die gelijk goed zit. Alleen waar ze niet bij stilstaan is, een helm gaat zich ook nog uitzetten. Die gaat zich vormen naar je hoofd. En als je een helm neemt die gelijk goed zit en die gaat nog uitzetten, dan zit hij al gauw te los. Dat is 1, onder het rijden, heel vervelend en kan zelfs gevaarlijk zijn omdat hij gaat liften. En 2, mocht je een keer onderuit gaan en hij is te groot, dan heeft een helm ook eigenlijk geen zin, want dan heb je geen bescherming. Zo kun je veilig op pad met je motor. Wil je meer weten over motoren? Kijk dan op bovag.nl. Dat was hem weer. Graag tot de volgende.